Oh ja, ik kan nog wel iets doen met mijn... Hey baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon! Yay! Yeah, yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. Yeah. Ik ga het uitmaken. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Kijk hoeveel gunk er op die laptop zit. Dat ding is ondergeschreven. Oh. Ethan, you were right. I did lie to you. Oh. I shouldn't have. Het is uit. Het is done. Final. All I can say is that if you get this, stay away. Okay. Leuk dat jullie kijken naar Even Gamen. Ja, je hebt het denk ik al door. We spelen Resident Evil. Ik heb een hele tijd gewacht met het spel omdat ik een grote scheiterd ben. En ik heb het toch gedaan. Ik ga het gewoon doen. En ik ben niet bang. En in deze aflevering zijn we net achtergekomen dat onze vriendin is vreemd gegaan. En we gaan dat dus. We gaan haar nu confronteren daarmee. Dus we gaan gewoon recht in het gezicht zeggen van je bent gewoon een vieze hoer. En het is uit. En ik ben heel erg benieuwd hoe. Hoe dat in zijn werk gaat uiteindelijk. We gaan het dus uitmaken vandaag, jongens. Ze zit nu bij haar bij de schoonfamilie. Nou, daar hadden we al geen goede band mee natuurlijk. Dus accept her gift. Dat vind ik allemaal leuk en aardig. Onderweg naar de schoonfamilie. Zit hier wat? Om haar te confronteren dat ze tegen ons heeft gelogen. Bedrogen. Nee. Is hier dan een grot? Er liep iemand. Goed, we gaan het uitmaken. Oké. Lunch, I guess. Oh! Oké, nice. Creatief. Oké. Oh man. So much fun. Ik heb echt zoveel zin om dit spel nu ook echt te spelen. Wat hangt hier allemaal? Een videoband. Zit er nog iets op het boekje? Oké. En 7. Je moet er wat voor over hebben, jongens. Maar ja, ze heeft ons gewoon bedrogen en we moeten het uit gaan maken. En die schoonfamilie hadden we toch al niet zoveel mee. Dus ja, weet je, het is niet anders. Oké, we hebben de videoband. Ik denk dat we nu gewoon die demo gaan spelen die ik al eerder heb gedaan. Ik word nu al niet goed van dit spel, jongens. Maar ja, uitmaken is nooit leuk. Maar het moet gebeuren. Keren in Frankrijk. How did you find this guy? Give me a break. Hey, I only work with professionals. Speaking of which,
Make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. Yeah, this guy was 2 fucking years ago. Can you believe this guy? This new guy? Not yeah, this new guy. I don't know who this guy is. Where's he come? Where's his mommy? Where's his daddy? New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Very happy. Static. Die schommel schommelt wel heel erg hard voor een plaats waar heel erg weinig wind staat. Just saying. Just saying. Okay. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Hmm. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul place suspected. Oh, good, good. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Oh, bitch. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Lucas. Ah, shit! I know I shouldn't have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre is weg. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Jongens, mijn hart gaat nu echt gewoon echt een keer. Ik weet wat er allemaal gaat komen, maar ik... Oh, ik ben zo blij dat ik binnenkort voor onder kan gaan spelen. Ja. What the fuck was that? Did you hear that? Okay. Andre? Where the fuck is he? Yeah. La, 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 la. Andre, where are you, man? En ik had ook aan het begin al gelijk aan die trekken kunnen trekken, maar toen zag ik de, ik had de let's play gekeken van lekker spelen. En dan moet je alsnog helemaal terug, dus ik had er geen zin in. Ik doe het gewoon zoals het spel eigenlijk wil dat je dit speelt. En wat heel apart is, aangezien ik dit spel zelf eigenlijk helemaal niet wil spelen. Maar ik ben wel heel erg Resident Evil fan. Ik heb ze allemaal gespeeld, dus ja, omdat ze nu een andere kant inslaan. Oké, okay. Okay, we nemen de trap naar beneden. We zijn André, die zou wel hier ergens zitten. Fuck. Ik kom alleen maar om het uit te maken met mijn vriendin. En vervolgens moet ik allemaal oude videobanden kijken. En oh, nee, dit is fucking gezellig. Ja. En daar is die hoor. Welcome to the family, son. Welcome to the family.
Allemaal schijnt dit dan. Oké. Okay. Jesus. We gaan het doen. Zin in. Klimmen. Klimmen. Dit is nice. Oké, op zich zou je... Nee, hierdoor kan je niet meer naar boven. Oké, fine. Let's go. Heb ik iets van een mes of een... Ja, nice. Kan ik niet gewoon duiken, dan kan ik gewoon... Dan, ik wil gewoon zien wat er aankomt. Oké. 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 Ja! Ja! Nou, daar is Dave. Oké. Is hier nog iets? Oké, ik zie hier iets van kooi of zo. Je hoort overal geluid ook in dit spel. Ik wil gewoon. Ah. Oké. We doen het. We gaan als de nacht verdwijnt. Meer? En de zon die schijnt. Oké. Daar is Mia. Oh, bolt cutters. Big time. Goed. Nou, luister schat. We moeten praten. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? See, kijk, die wijven zijn allemaal zo labiel als ik weet niet wat. Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Ja, en als je schoonvader helemaal achter je aan zit, heb je problemen. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Mm-hmm. 3 jaar lang heb ik gegamed met mijn matties. Gewoon pizza gegeten, weet je. Maar jij kwam niet thuis en dacht van, nou, dan ga ik toch maar even zoeken. Oké. Okay. Ik verkoud het ook niet meer. What is this place? What they do to you? Better. Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Yeah. Yeah. Ik ben geen chicken hoor, ik blijf gewoon. Yeah. There's some hot ass right there. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did.
I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Okay. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Ja, ik vind het nog steeds een heel leuk spel. Oh man. Nee, ren nou niet weg. Okay. There. It's there. Okay. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. A-001. We're gonna be a family. Now that you're here. Okay. There's another door here. I'm sure of it. A-001. Dat moet ik even opschrijven. A-001. Waarom weet ik niet, maar ik doe het gewoon even. Oké, waar is die Mia? Oké, wat is er dan? Mia. We gotta get out of here. Ja. Yeah. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Oké. Alleen, in mijn eentje. No, leave me alone! Mia? Oké. Fuck it, we gaan er gewoon op af. No regrets. No fear. No regrets. Doe gewoon die deur gewoon. Doe die deur gewoon snel open. Nee. Nee. Oh, wat een bitch. Zie je? Fuck. Oh, ik heb nu wel een mes. Oh, fuck. Oké. Nee. Oh, bitch be crazy. Moet je zes. Oh ja, ik kan nog wel iets doen met mijn mond. You crazy son of a bitch. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Je tril uit je iets te vinden. Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Okay. The fuck are you, Mia? Okay. Okay, wacht. Dus is bewusteloos. Ze nam de break-up, denk ik, toch niet zo goed. Maar dan even... Woehoehoe! Goed. Waar is dat mes? No! Ja, pick up. Oké, ik heb nu een ding. R2's attack, dit is alweer. Bitch! Oh, miss me, bitch! Oh, wacht er niet zo. Nee. Te gek op je bek. Rustig.
Ik kan toch afweren, joh. Hoppatee. Zo gaan wij niet met elkaar om. Houd huiselijk geweld. Binnenshuis. 2007. Copyright logo. Oké. Mag ik mijn bijl terug? Nou, bel je vrienden op. Ja, hoe gingen ze het mee om? Had beter gekund, maar... Robbie? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? You sound hot, Zoe. Go there. What are you wearing? Ben nergens bang voor. Ik loop altijd hankend met mijn bel door het huis. Laat me met rust. Mooi. Nice. And diffuse. And bleach. Go bleach yourself. En dan gaan we weer. Lup, 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 lup. Godverdomme. Ik doe dit altijd zo. Ik heb nergens zin in. En helemaal niet in. En ik zeg. Die zit erin. Ik hou gewoon niet van als mensen in één keer zo door het huis in lopen. Dus ik doe gewoon. Ik doe dit ook maar gewoon zo van. Sorry? Is it too late? What the? Oh, you bitch. Ja, dat is kut, hè? Het is een kruiskop. Heeft te veel grip. Nee, nee. Oh, nee. Net als in Resident Evil 4. Oké. Haal dat ding er gewoon uit. Kom op. Nee. En ik klaagde mijn ex een beetje los handjes op. Jezus. Oh, enorme man. Oké. Ik ben toch niet dood of zo? Nee. Ja. Waar? Oké. What the fuck is dit, joh? Dit kan toch niet? Jongens, dit is een klein. Ik loop nu met een klein fonteintje. Heb ik niet een. Vuils? Nee. Dat is echt heel stom. Dat helpt ook echt voor hem. Ja, oké. Hij spuit nu niet meer. What the f... Het lijkt ook net of ik nu met een stuk ham in mijn hand loop. Ofzo. Dat is toch wel, ja... Een beetje stompie. Ik vind het wel grappig. Want nu heb ik... Omdat ik nu met een stompie loop, heb ik wel een excuus om weer dit filmpje af te spelen. Komt-ie. Handgun ammo. En pipa. Oké, fine. Ik ga het niet eens proberen te schieten nu, want zonder van mijn kogels. Bring it on, you bitch. Oké, I'm reloaded. Doet die, trapt die deur gewoon in als een vent. Zo. En nog meer ammo. Beter, beter. Nee. Oh!
Ja, daar is ze hoor. Kom dan. Ik kan toch gewoon schieten. Forget about me. Ja, ja, maar dan even serieus. Niet zo, bitch. You don't understand. Jawel. Hoe vertel je iemand? Anna niet meer rond is. Reload. Kut. Vogels niet meer vliegen. En de zon niet lang. Het is uit. I love you. Baby. En een stompie ook. Okay. Mooi kettingzaag. Ja jongens. Zo zie je maar weer. Uitmaken is nooit leuk. Maar soms moet het. Nog meer. Ik wist dat het zou komen. Schoonfamilie kom je nooit af. Oh man. Maar we hebben het in ieder geval uitgemaakt. Als echte mannen, zoals mannen dat doen, met 6 kogels in de gezicht. Dus we hebben het net uitgemaakt met onze vriendin. Maar we zitten nu vast aan de schoonfamilie. En hoe we daarvan af gaan komen, dat weet ik ook nog niet. Dat moeten we even creatief gaan uitvinden. Maar ik vond het weer leuk om een let's playtje op te nemen voor jullie. Vond je dit nou leuk? Of vond je dit nou niet leuk? Laat een duimpje omhoog achter of een duimpje naar beneden. En als je nog niet gesubbed bent, subscribe eventjes en klik even op dat belletje. Zodat je kan zien wanneer ik weer een kutfilmpje upload. Dan kan je zo zeggen, Rob, weer een kutfilmpje upload. Oh ja, super kut. Moet je liken. Oh, kom, we gaan haatcomments achterlaten. Ja, man, lachen, man. Zou die gay zijn? Nee, maar nu wel. Dit is gay. Goed, jongens. Bedankt voor het kijken en voor het liken. Ik ben Robbie en ik zie jullie later.